Goedemorgen, wij gaan nu ontbijten. En ik vind het altijd zo erg lekker in Spanje. Ik kon echt niks eten trouwens, dus ik moest echt voor brood gaan. Maar niet uit. Dus wat is het eigenlijk? Tomaten, gepureerde tomaten met olijfolie. En het is zo lekker. Weet je wat echt raar is? Dat ik eigenlijk heel lang, ik heb al 7 weken geen brood gehad. Maar ik vind die eens lekker smaken. Hallo gezegd. Ik heb hallo gezegd toen mijn ontbijt laten zien. Dus mijn ontbijt. Mm. Ik vind echt, ik vind brood niet eens meer lekker. Ja? Ja. Ik kan er nog wel van genieten. Ik haat mijn leven met jou. En ze wil deze jatten, deze twee borden. Ik wil ze jatten, ik wil ze gewoon naar boven meenemen. Hij wil ze mee naar boven meenemen, want hij moet een foto namaken. Ja, hij gaat ze gewoon meenemen, terwijl het niet mag. Nou, hij heeft geflikt, jongens. Onderweg naar onze missie. We zijn nu op het dakterras, voor het geval jullie niet snappen wat we aan het doen zijn. Nessie wil dus een foto namaken van Ali B. En het gaat om, even kijken of we het kunnen zien, om deze foto. Zelfs mijn bril gaat hij gebruiken. Oh. Als een ander voet maken. Zullen we hier zitten? Ja. Hoe dan? Ik ben gewoon normaal kijken. In onze hotelkamer. Onze hotelkamer ziet er nu al niet uit. Echt niet normaal. Ik ga me snel even klaarmaken. Als je benieuwd bent naar de foto van Nessie, moet je even naar zijn Instagram gaan. Want de foto is gewoon fucking goed gelukt. Zo, ik heb me even omgekleed en klaargemaakt. Ik heb een rokje aan van de Zara. Kijk, zo zie je een beetje goed. Met van die zakjes, zeg maar. Ik heb een lange vest aan van de Primark eroverheen. Normaal topje, panty en schoenen van de Bershka. Ik vind het vestje van de Primark echt cute. Ik ben wel in de taxi. Onderweg vanaf Badalona naar Barcelona. En Nessie wil heel graag naar het stadion van Barcelona. Dus daar gaan we nu eigenlijk gewoon gelijk naartoe. We hebben een tickets besteld. En we zijn ongeveer rond 1 uur. Dus ik heb daar best wel veel zin in. Hoe laat is het er? Ik wil er wel eerder daar zijn. Maar dat echt. Dat is wel goed getimed, want ik dacht juist dat we te laat waren. Maar dat is het eerste waar we naartoe gaan eigenlijk. Heb je er zin in? Dus ik vind het echt heel erg leuk. En ik ga er eigenlijk gewoon heen voor hem, want ik zou er zelf nooit heen gaan. Maar ja, het lijkt me wel echt tof, zeg maar, om het ook allemaal zo te zien. Dus. Leuk, hè? We zijn er, ben je blij? Hij is zo blij. Dat is ook een kleine jongetje. Leuk, hè? Zit in? Ik ga een stuk. Messi is dus langer dan Messi. Echt? Iniesta. Je bent langer dan Dembele. En je bent even lang als Suarez. Echt? Ja. Dat is wel hard. We gaan hier een foto maken. Oké. Echt zo'n lelijke foto gaan we maken voor de herinnering. Ik ga stuk. Like the players. Okay, so 1, 2, 3. Girl, I've been searching, searching for someone like you. I know this is certain, I know you was made for me too. Yeah, your body is calling, I'm ready to answer. Yeah, I can't fight this feeling, my heart beating faster. Oh yeah, you know I love you long time. Swear you know I love you long time. Wij zijn nu in het stadion en dit is helemaal happy. Ik heb net echt kapot veel foto's van hem gemaakt. Ja, dit is wel echt een ervaring op zich. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n voetbalfan of zo, maar dit is toch echt wel vet om te zien eigenlijk. Het hard, weet je wat? Zeg maar, je komt hier. Ik weet niet waarom, maar, zeg maar je voelt soort van gewoon een voelt de kracht van de club. Nu dus bij de uitgang en kijk wat je hier kan kopen, een stukje gras. Je dacht wel gras kopen van een stadion. Geloof niet. Dit is echt raar. We zijn klaar met onze Barcelona ervaring. Nessie heeft net een ijsje gehad. En ik heb hier lekker een
koffietje. Maar besef dan, Nesim heeft één bol besteld. Kijk hoeveel hij krijgt hier. Eén bolla. Een bol heet die bolla. Voor zekerheid mijn andere schoenen meegenomen. Want ik heb echt hoog hak aan. Ja, is goed. Zo, ze zijn nu al fucking vies. Inmiddels ben ik het echt wel een beetje zat aan het worden. In het begin denk ik, nou, ik doe het wel even voor mijn man. En uiteindelijk blijft hij hier echt zo lang hangen. Ik weet niet eens meer hoe laat het is. Volgens mij is het echt gewoon al 4-5 uur. Tenminste, zo'n gevoel heb ik. Wij zitten nu in de winkel. En allemaal kleding van Barcelona. En Nesim is nu naar beneden gelopen, want hij wil nog verder kijken. Hij heeft dit shirtje gevonden. En hij wil meer halen. Wij hebben trouwens net een fotoalbum gekocht. Ik ga echt stuk om de foto's. Wij hebben een traditie, zeg maar, op reis. Als wij ergens naartoe gaan, dat wij gewoon echt heel lelijke foto's altijd kopen. Maar ik vind ze echt stiekem heel erg tof. Kijk, dit is de eerste. Dan hebben we deze. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Dit is denk ik echt mijn favo. Ik vind deze echt heel erg tof. Wel heel slecht bewerkt, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Besef, Nesim bleek dus langer te zijn dan Messi en zo. Maar die Piqué, die is echt heel erg lang. Hij is echt 1,95 meter of zo, denk ik. Dan hebben we deze nog. Deze vind ik ook echt leuk. En voor Nesim deze apart. Deze vind ik ook echt heel schattig. Kijk hem blij zijn. Wij zijn nu bij een tapasbar geëindigd. En wij gaan lekker eten. Oh, lekkere olijfjes. En dit is mijn gerecht. Lekkere tomatensalade met tonijn. Dit is echt heel gezond. Nu lijkt het maar weer op zo'n dik zo'n friet eten met dingen. Dan heb je weer salade. We hebben een taxi gevraagd om ons naar de winkels te brengen. En ja, we zijn hier opeens bij ons fucking gezellige straat. Hier we are. Hier, waar is Els? Met Garcia. Garcia, Garcia. Oh, het is wel echt lekker weer, man. Niet normaal. Oh. Het is weer tijd voor een nieuwe magneetje voor onze collectie. Ik ga helemaal stuk, dus elke winkel waarin we ingaan gaat de alarm af. Hij heeft mijn schoenen uitgedaan. Hij is nou aan het controleren of de alarm in mijn schoenen zit. Ik ga helemaal stuk. En? Wij zijn bij Bershka geëindigd. Ik ga even een paar broeken passen, want ik wil echt heel graag weer een mommy jeans. Gewoon even iets heel wat anders. Maar ik weet niet, dit soort outfitjes bevallen mij ook echt gewoon zo heel erg netjes. Wat vinden jullie hiervan? De alarm die wij zochten zat dus niet aan mijn schoenen, maar deze lipgloss van NYX die ik van Esme heb gekregen. Ik ga stuk. Thanks man Esme. Zo, ik had ook even een blazer gepakt. Maar ik vind het echt zo'n doktersblazer nu. Echt niet mooi. Nu weer een andere broek aan. Ik moet hier wel echt een maatje groter van nemen hoor. Ook van de blazers vallen allemaal best wel klein. Dus een maatje M. Ik moet echt wel een L. Dus we hebben ook de broek echt een maat groter. Maar ik vind dit samen wel leuk of zo. I don't know. We zitten inmiddels weer in de taxi. Heel leuke muziek op de achtergrond. We hebben best wel wat gekocht, maar we zijn niet echt heel erg geslaagd ofzo, hè? Gewoon een paar leuke dingetjes. Maar ik laat jullie wel even in het hotel laten zien wat ik allemaal heb gekocht, want net zo heb gekocht. Ja, je hebt nog niet gezien, hè? Nee. Spannend, hoor. Even. Wij gaan nu dus naar een Arabisch restaurant. En dat is best wel een populaire hier in Barcelona blijkbaar. Want die heeft 1400 reviews, jongens. En ja, heel goede beoordeling, dus ik ben benieuwd. Het restaurant heet dus Aladdin. Oh, ik ben echt benieuwd. Ik ben nu bij het restaurant en die heet Aladdin. En het ziet echt, ja, het ziet er wel goed uit, hè? En de menukaart is ook echt top, hè, Nesje? Ja, daar, ik ben het vloggen. Het menukaart is echt heel erg top. Ja. Heel veel keuze, goede prijzen, ja. Goede bediening. Lekker hoor. Ik hoop dat het ook lekker is. Ik hoop dat het lekker is. En wie, ben ik jou Aladdin? Ja. Ja? We gaan binnenkort ook naar de film Aladdin, hè? Ja, ik ben wel bang dat hij gaat tegenvallen. Ja, ik ook. Ik heb wel een trailer gezien en ik vond hem niet zo leuk. Nee, hè? Nee. Ja, ik wil hem wel kijken. Ja. Ja. Ik wacht alleen even op mijn paté pas. Ja.
altijd als ik bij Arabieren zijn en ik moet een bestelling doen, dan klap ik helemaal dicht en lijkt alsof ik gewoon helemaal niet meer Arabisch kan ofzo. Ik kom er gewoon niet uit, zeg maar, terwijl ik gewoon wel Arabisch spreek. En ze zei van, waarom praat je gewoon niet Arabisch met hem? Ik zei, ja, ik klap gewoon dicht. Het is heel raar, opeens ken je geen woorden meer ofzo. En ze zijn ook echt heel erg goed. We hebben dus een tentje ontdekt met Arabisch eten, die er goed uitziet en waarschijnlijk ook goed smaakt. En ze zeggen nu al, ik kom morgen hier terug. Dat is gewoon typisch. Ja, maar laten we heel eerlijk zijn. Ik heb vandaag heb ik, hoeveel, 40 euro uitgegeven bij een van de tapasbar. Was gewoon echt naar chips maken. Dat Nee, oké, die tonijnsalade van mij was wel lekker hoor. Ja, oké, sorry, maar mijn eten was niet echt... Ik heb 9 euro per tafel friet. Ja, dat is wel echt lekker, toch? Oh, lekker. Nessie heeft Marokkaanse muntthee en ik heb gewoon normale thee. Oh, en thee, oh. Oh, Arab people be like. Arab people. Jongens, ik had hier echt zo erg zin in. Ik denk, ik ben lekker op vakantie. Ik ga vandaag even rijst eten. Ik heb zo lang zin in bonen. Het ziet er zo gruwelijk uit. En dit is Nessim's bord. Het is echt mix van alles en nog wat. Dit is laag. Nessim is lekker aan het feesten met zijn moeder. Ik weet niet wat er is gebeurd. Oh ja. Dat is erg natuurlijk weer. Wat wij voor nieuws hebben gehoord in Utrecht. Echt niet normaal, man. Maar het was geen terroristische aanslag. Was niet? Was, nee, het was wel eerwraak waarschijnlijk. Ik heb gehoord van Voor zoveel mensen. Ja, het was, weet je, dus hij had gemikt op één vrouw. Maar hij heeft meerdere vrouwen, omdat ze die vrouw probeerde te beschermen. Is wat ik heb gelezen. What the fuck? Ik ga even een nieuwsartikel lezen, jongens. Het heeft zelf Spaanse nieuws gehaald. Ben de Instagram. Inmiddels weer in de taxi, dat is het schat. Zeg maar in de vlog op gaan. Nessie wil heel graag weer naar de Barcelona shop. We gaan een t-shirt laten maken voor haar vader met zijn naam op de achterkant. Want hij is Barcelona fan, toch? Bijna alle Arabs zijn Barcelona fan. En ook eentje voor Anish, want hij is jarig geweest. Ik wil nog even één ding zeggen. Dat is dat de tomaten in Spanje zo gruwelijk lekker zijn. Dat is gewoon niet normaal. Hoe dan? Zoveel smaakverschil. Kan je niet zo'n blik tomatenpuree meenemen? Dat mag ook. Ik weet niet of dat veel uitmaakt, maar die tomaten zijn zo lekker. Nou, de shirt is klaar voor Annie. Ik ga stuk. Superleuk. Het is inmiddels 9 uur en ik ben mijn hakken echt even goed zat. Oh, yes. Leuk hoor, Meer. We hebben net trui gekocht. En toen zei ik tegen Meer, ja, laten we dan gelijk een trui kopen die ik ook aan kan doen. Oh, sneaker girl. Nieuwe trui van Messi. Beautiful, yes. Lekker warm, yes? Ja, lekker. Zeg maar yes. We zitten nu bij een heel schattig cafeetje. En ik ga nu cappuccino drinken. En ik ga het ook gelijk hiermee afsluiten voor deze dag. Want ik heb besloten om morgen de uitdaging aan te gaan om gewoon wel volledig keten te eten op vakantie. Maar dat vertel ik hier morgen meer over. Ik kom net uit de douche. Ik heb echt heerlijk gedoucht. Maar ik heb spijt dat ik mijn make-up eronder niet heb afgehaald. Maar dan moet ik wel voorzichtig doen. Vooral met mijn extensions natuurlijk. Dus doe ik liever met doekjes even. Oh, echt. Ik voel me weer helemaal lekker fris. Net als even gaan sporten. En daarna gaan we even samen een filmpje kijken in bed. Dit is wel aan de late kant. Dus ik denk dat ik hier bij de vlog ook gelijk ga afsluiten. Ik heb echt een heel leuke dag gehad vandaag. We hebben echt zoveel gelopen. Ik denk dat ik niet zoveel heb gevlogd. We hebben echt gewoon 4 uur of zo door de stad geslenterd of zo. Ik heb het echt naar mijn zin gehad vandaag. In ieder geval. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doeg!